fly al feesten, al 42 jaar, op landgoed De Horne. En toch zit het onder druk. Er moet wat verorden. Je moet een andere locatie hebben. Waarom is dat? Nou, deze locatie hebben we al 42 jaar hand. En in de rin van de jaren is het natuurlijk groter geworden. En hebben we volle meer regels. En we hebben grote oorlogs met de gemeente. En samen zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat je de logistiek net goed meer goed te regelen is. En de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers, die is haast wat in geding. En dat komt ook omdat bezoekersstromen en stromen van optocht of van toelevering, die rinnen wat trommelkoor. Dus wij zien je een andere locatie waar we dat beter regelen kennen. En die locatie, die hij en voen, wat mat in principe de nieuwe locatie van de Flyoff Feestenburen? We hebben verschillende opties hand, maar we gaan nu een locatie op de hoek van de Boetewaai Zevenaarpad. Daar is, kunnen we van alle kanten bij komen. Zitten we direct net aan de drukke Squattelandse dijk, kunnen we de toevoer beter regelen, kunnen we dieken afsluiten en de verschillende stromen kunnen we direct scheiden. En dan kun je hem ook de auto's parkeren, dat is dan ook geen probleem meer. Dan ben je dus alle problemen oplost, dan ben je hem toekomstbestendig? In principe wel, want daar kunnen we de parkeerterrein, ik alle je vlak bij het feestterrein regelen. En daardoor hoeven mensen ik net meer van vier te komen en ergens anders te parkeren. Dat is hier wel het geval. Als dat nou al hier is net trokken om wat voor reden dan ook, betreft dat dan het einde van de Flyoff Feest? Absoluut net. Want we zorgen dat we hier maar 500 vrijwilligers dit opzetten, die al hier hartstikke betrokken binnen en heel volle betrokken en inwenners in ons dorpen en in de regio. Dan denken wij dat we altijd een plakje vinden waar we in de toekomst het Flyoff Feest bestendig trokken zitten kunnen.